U bent bekend dat het 8 december strafproces loopt. Ja. U bent bekend dat het Openbaar Ministerie gevangenneming heeft gevorderd indien de mensen veroordeeld worden. De president heeft verklaard dat dat ook zal gebeuren. Indien het Hof natuurlijk dat beveelt. Maar ik ga u eerlijk zeggen, vele burgers, want ik heb er dagelijks mee te maken, betwijfelen het. Die zeggen gewoon nooit de manier hoor bota. Heel simpel gezegd. Ja. En er wordt ook op gewezen dat als dat dan toch gebeurt, broeia onveiligheid in akkoorden. Ik praat gewoon de taal die ik van de mensen hoor waar ik mee spreek. Aangenomen dat er een veroordeling komt en gevangenneming gelast wordt, dan zal aanhouding moeten plaatsvinden. Naar mijn mening onder verantwoordelijkheid van de procureur-generaal. Natuurlijk. Maar natuurlijk, die heeft daarvoor diensten ter beschikking. Want dat doet hij niet zelf, hè, Danny? Dat doen de diensten. En mijn vraag is, wat is uw gevoel? Zijn de veiligheidsdiensten in Suriname daartoe in staat? De veiligheidsdiensten zijn sowieso in staat om die opdracht uit te voeren. Het is zo dat op de zittingen er altijd de militaire politie vertegenwoordigd is. Als de rechter de gevangenneming gelast, dan vindt die gevangenneming op die zitting plaats. Kan, ja. Als de verdachte daar niet aanwezig is, dan zal op instructies van het Openbaar Ministerie daarna gehandeld moeten worden. Wij moeten als samenleving goed inschatten wat voor situaties kunnen of zullen ontstaan door een dergelijke aanhouding. En we zullen alle maatregelen moeten treffen om eventuele erupties te kunnen beheersen. Maar de wetten moeten gehandhaafd worden. We hebben geen andere keus. Maar dat is de theorie. De praktijk is dat nogmaals, en ik zeg het in alle openheid hoor, velen eraan twijfelen. Maar natuurlijk, iedereen is het theorie mee eens. Dat geldt voor allen. Maar er is gebleken dat het niet altijd zo gegaan is in deze zaak. Maar stel ervoor dat het gebeurt. Dat iemand hem. Het was jou nooit gegaan. En iemand doet wat? Hoe verder? Stel je voor dat? Hij wordt veroordeeld. En de politie zegt: nee, we gaan iemand halen. Dat sluit ik uit. Die loyaliteit is er. Daar ga ik van uit. Dat die loyaliteit... Kijk, binnen justitiële is er gewoon een ABC die gevolgd moet worden. Ja. En als we op dat punt komen, dan treedt dat ABC'tje in werking. De procureur-generaal is belast met de executie van vonnissen. En die zal de nodige instructies geven. Het is geen benedenswaardige taak, maar... Nee. Soms zeg ik, it's a dirty job, but somebody has to do it. Vroeger was het de parketwacht. Ja. Maar je hebt tegenwoordig wel wat meer voor nodig om sommige mensen in te rekenen. Klopt.